Tekenen is heel persoonlijk, hè? Kan je niet in liegen eigenlijk. Het is zo'n verlengstuk van je arm en dat zit zo aan je hersenen vast. Het is dat tekenen worden denken zelf. Dat is mijmeren eigenlijk. En op een gegeven moment dan ontstaan die tekeningen, waardoor je zelf verrast wordt. Het is ook nooit iets wat je kan leren, denk ik. Dingen die je geleerd hebt, die gooi je eerder overboord. Nee, wat van belang is, kijk, je hebt zelf je smaak, je hebt dit en dat en wat weet ik wat. Maar als je gaat tekenen of gaat schilderen, ik denk dat het heel erg van belang is dat je niet gaat geloven aan een beeld dat je van jezelf hebt. Dan sta je op het punt om jezelf te gaan vervalsen. Ik moet je zeggen, ik denk dat ik aan goede smaak net zo hecht als aan smakeloosheid. Omdat het allebei tot mijn materiaal behoort. Het is niet dat ik een goede smaak nastreef, dat heeft ook iets gemakkelijks. Dan heb je goede smaak, is het af. Dat is iets wat buiten, ja, het is ook een deel van jou, maar het is net als je zegt, kijk, die kleur die is mooi en die kleur is lelijk. Voor mij is een lelijke kleur net zo belangrijk als een mooie kleur. Het is allebei materiaal. En daar zeg je mee wat je te zeggen hebt. Het is niet de smaak die ik nastreef. Maar het is een middel dat je ook gebruikt. En er zijn smakeloze dingen die hartstikke goed aan kunnen komen. Die je werkelijk behoorlijk kunnen raken. He? En net dat ik al het idee heb van het moet smaakvol zijn, dan begin ik al ergens een deur dicht te gooien. Hoeveel jaar is dit? Dat is 20 jaar, ja. Maar het is bij mij, ik heb ook vlagen dat ik niet teken hoor. 2-3 maanden dat ik teken. En dan, dan komt er van alles uit. Dat is, Het is gewoon een manier van praten eigenlijk, ja. Je doet dat met een stiftje en je verstaat het met je ogen. Het is, ja. Tekenen is heel persoonlijk, hè. Dat is echt werkelijk, daar kan je niet in liegen eigenlijk. Het is, snap je dat je denkt, dat is het. Ik weet niet wat die vraag is, maar je weet dat daar iets beantwoord is. Je voelt gelijk of die gelukt is of niet. Ja, je bent wel op zoek naar dat wat je onbekend is natuurlijk. Hè. Het is al werkend, blijkt eigenlijk wat het is dat je bezighoudt. Dat kom je tegen in je eigen tekeningen. Het is niet van tevoren verzonnen, laat ik het zo zeggen. Dat, Kijk, en het welslagen van zo'n tekening of van een schilderij, dat is, dat heeft niet alleen te maken met je smaak of met je verleden of met je geschiedenis of weet ik wat allemaal niet. Het heeft ook wel gewoon te maken met de mate waarin je in staat bent om ten aanzien van wat je te zeggen hebt een afstand te bewerkstelligen, al werkend. Zodat je tegenover jezelf komt te staan een beetje als een huurmoordenaar tegenover zijn slachtoffer. He, dat is een afstand en een verbinding tegelijk. Dat is, Het is altijd zo dat een inzicht of weet je, die ontstaat in een duizendste seconde. Maar die duizend seconden die moet je vangen. Dat doe je in de tekening en dat kan je ook in de schilderij doen. Daar kan ik dan heel lang aan werken. Daar kan ik echt, zo dat idee van dat rode schilderijtje. Dat idee ontstaat en ik kan er dan heel lang aan werken totdat ik weet hoe precies die verhouding moet zijn tussen dat wat uit die mond valt en die kop en hoe het in het vlak staat. Dat is, snap je? En dat kan ik omdat ik zoveel getekend heb.
En ik kan tekenen zoals ik teken, omdat ik daar een jaar aan gewerkt heb. Dat denk ik wel. Dat heeft elkaar gevoed. Deze is niet af, maar de rest erachter wel. Kijk, het gaat in de dingen die je maakt. Ik denk dat dat voor alle kunst geldt, hoor. Gaat het niet zozeer om wat speciaal is in de persoon van de maker, als wel alleen om dat wat speciaal is in iedereen. Het gaat niet om wat uniek is in jou. Daar kan je nooit over hebben. In die zin is het ook gewoon een taal die je bezigt. Weet je wel, wij zitten nou te kletsen. Wij maken gebruik van woorden. En die woorden die bestaan uit letters. Maar die zijn allemaal ooit door iemand verzonnen. Je komt ze in de natuur niet tegen. Snap je? Dat is ook allemaal verbeelding. Iedereen is daarmee bezig. Iemand die op straat loopt, die is daarmee bezig. Zegt iets tegen de dochter, is daarmee bezig. En in die zin bestaat er voor mij geen verschil tussen wat kunst heet te zijn en wat die naam niet heeft. En toch zijn er dingen die je al tekenend krijgt. Want het is niet van tevoren verzonnen, ik ga dat zo... Je zit te kriebelen en je denkt van verrek. Snap je? En dat is bij deze eigenlijk in zekere zin ook wel. Want je hebt die kop en dat figuurtje. Dat wordt door de uitdrukking op dat gezicht al. Krijg je dat cadeau. Dat is... Zoiets verzin ik niet van tevoren. Die foto is nog van Nico Jesse, zegt de naam je iets, die fotograaf, is bij ons thuis. Het is wel, ja, dat werkt voor mij. Kijk, ik ben familie van mijn vader, maar het is het gaat over hele andere dingen. Het gaat over hele andere dingen. Hij werkte ook anders, vind ik, in die zin dat hij kon heel ver gaan door uit te spreken wat hem altijd voor op de tong lag. Terwijl ik meer, niet dat het poëtischer is, maar ik ga meer te werk als een dichter. Die schaaft en die slijpt en die, Zijn werk heeft veel gesonemieter opgeleverd. En dat heeft hem ook, heeft hem weer in de weg gestaan, hoor. Want het is altijd ook weer, het werd altijd met die rellen die dat werk heeft veroorzaakt, werd het altijd geassocieerd. Terwijl hij daar helemaal niet op uit was. Dat was hij echt niet. Dat is, hij heeft herrie gehad met de Duitsers, met de katholieke kerk. En hij zei dat levende mensen en levende kunst eigenlijk altijd als een gevaar werden gezien door wie geloven in een goed gesmeerd lopend systeem. En dat is natuurlijk wat de Duitsers voorstonden en dat is wat de kerk voorstond.
Van ja, hoe kan ik hun nou plaatsen ook binnen het idioom van de player? En toen zat ik mezelf te bedenken, ja, waarom vind ik dat nou van belang? En die terminologie, hè, zeg maar het effectieve klassicisme wat hun hebben en en de conceptuele punk, dus de een bepaalde extremiteit die ze daarin doorvoeren, ook hun houding, ook de politiek die daarmee gepaard gaat. Ja, dat is gewoon super interessant. You mean if we take situations which could have place every day, okay, perhaps in a family, and the inner voice, which isn't heard usually, we make public. Okay, we didn't think of it while developing the piece, but in general we are acting with situations and sounds which are in a way in between. You know, we don't like to act like this is something we'll show you. It's just we waiting for situations where a sound may happen, and then we try to stretch it. I think one thing is that this kind of interest in everyday objects, materials, and how it sounds, and how you can kind of use different levels, so to use it like in a everyday action, but then to move it like you touch an instrument. And then it can be, on one moment it's more an abstract choreography or abstract movement, and then it can switch from one moment to the next to a communicative situation like we had on on the table, that becomes for some moments a theatrical situation, and then it can kind of, it's kind of a balance between these two, the theatrical situation and the music concert situation. Piece from a composer, from Dieter Schnebel, okay, and it's a piece which is related to our work and many points, because it's very basic about using voice, and it's very open in the structure, and the performer is always composer in the same time, and we did different versions in all these years. Something to the question before, because I think we very much like to relate to silence in a way that silence is the space. So we send our voices and our sounds into the space and into the silent space. So that's maybe what gives you the impression of sending something from inside out. But it's like the whole. I mean, the space.
where we are right now, or the space which is there all the time, is full of these sounds, and we just let occur these sounds in this space, which gives them some, you know, some width, some not only a frame, but just some space, some inner, gives them inner space because we sent them to the outer, we relate them to the outer space. Just, you know, when you start working with a piece, you do like exercises, like just breathing, just larynx sounds, just tongue sounds, just lip sounds. So he's really, all this what happens usually together, he's really like deconstructing it or analyzing it. And then you can of course later combine everything, but through this learning process, you really make these differentiations of what's really happening here in this articulation, with these articulation organs. And so, so the way we work with our voice is of course very much printed by Dieter Schnebel or his work, and of course he's our teacher and he founded this group also. But and on the other hand, it's probably very much John Cage who was influencing us and the Fluxus movement. There's always this experimental factor, also because this is a special location and a special table, which produces special sounds and unique amplification. And we tried very different things, but what can be seen on the scene is maybe something where every spectator can make his own story. I think the item about the punk you mentioned, we never thought in a direct way of it, but I think there is a connection, because as far as I was confronted with, punk is never really complicated. It's in a way pure, and it's in a way not sportive. And I think it depends on, it concerns our virtuosity. We do like virtuosity, we are practicing a lot, but we don't do it in a very sportive way if we are making art with it. For me, it's disgusting, this way of sportive virtuosity, when the reason for forgiving a velocity or intensity is just that I'm able to do it. So I think that this might be a familiar thing of our aesthetics and the non-athletic way of punk. So. And it's conceptual, yes, more than a kind of free improvisation. And I think we share a certain way of humor. So, quite dry. De Tent Academy Awards is een jaarlijkse wedstrijd waarin scouts alle kunstacademies van Nederland afgaan en tijdens de eindexamen tentoonstellingen kijken wie zij de 10 beste audiovisuele kunstenaars van dit moment vinden. Die 10
worden gepresenteerd aan een professionele jury. En die kiest de ultieme Tent Academy Award winnaar. Het is echt een moeilijke klus om uit dat grote aanbod dan ja, de beste 10 te kiezen. En echt goed door te selecteren op originaliteit, authenticiteit en ook natuurlijk techniek. Hoe goed is het filmpje gemaakt? Er doen dit jaar ook 5 Turkse deelnemers mee. Dit jaar is ons gastland Turkije. En in Turkije is één groot verschil met Nederland dat de kunstopleidingen altijd verbonden zijn aan universiteiten. En eigenlijk dus een trapje hoger. En dus uiteindelijk zijn er van 5 Turkse universiteiten werken geselecteerd. Dat is door mensen op de universiteit zelf gedaan. Dat zijn rond de 20 werken geweest. En daar is door een scout een selectie van 5 gemaakt. En die 5 maken kans op de Tent Award for Best Foreign Film. Tent Academy Award for Best Foreign Film is Emre Gültan. I'm Emre Gülkan from Istanbul, Turkey. I'm in Yıldız Technical University and 24 years old. I just graduated from photography and video department. So I started with photography. The first 2 years, I had a dark room in my house. I mean, I was actually interested in photography more than video. Then I changed my mind when I was at 3rd grade. So it's actually 2 years. All the scenes must look beautiful. Actually, that was my first thing that I wanted to do. I mean, it was my priority to make it look beautiful. So they say that it looks like feature films. Actually, my goal is to be a filmmaker in cinema industry. I don't like advertising or else. I want to be in motion picture. My film's title is Tedirgin Bir Toplumun Sosyopsikolojisi Üzerine Notlar in Turkish. In English, it's the notes on the socio-psychology of an uneasy society. Güzel işte ya. Erkek mi kadın mı? Nasıl erkek mi kadın mı? Saçmalama. Söyleyin işte kadın mı erkek mi? Kim kadın katil tutacak kadar aptal olabilir ki? Karın. Het zijn eigenlijk 2 dingen die opvallen. 1 is dat je merkt dat, misschien ligt dat wel aan het onderwijs, maar dat de technische kwaliteit heel hoog is. Dus dat de kunstenaars heel goed in staat zijn met editen, met licht, met geluid, een hele goede film in elkaar te zetten. Er is ook een grote vrijheid. En ik denk dat dat ook wel de afdelingen siert waar kunstenaars studeren. Dus een grote vrijheid in thematiek. En belangrijk is ook dat er veel werken zijn die gaan over gevoel, over emotie, die bijna romantisch, en dan bedoel ik dat met de verwijzing naar de romantiek zoals die in het verleden in de kunst was, bijna op een romantische manier hun films maken. Winnaar van de publieksprijs is Sound of Memories, Michael Ovchinsky. My film is called Sound of Memories. My name is Michael Ovchinsky. I'm from Poland and I just graduated from Ritvat Academy. I was studying on the audiovisual department there. And for this movie, I was working with anthropologists. We were making a lot of interviews with resettlers from
Bosnia. I really enjoyed working with like real people with real stories, so it would be for sure very nice to continue that. But I would like to do some fiction movie. Soms krijg ik van mensen hele moeilijke vragen. En een van die moeilijke vragen is altijd: wat is nou het verschil tussen een kunstfilm of een beeldende kunstfilm die je in de museumruimte laat zien en een bioscoopfilm die je echt in een cinema kan vertonen? En het antwoord daarop weet ik ook niet helemaal, want er zijn ook kunstenaars die daar weer mee spelen. Hè? Zoals de beroemde regisseur Steve McQueen, die zowel kunstfilms maakt die je in het museum ziet, als bioscoopfilms die je bijvoorbeeld op het International Film Festival Rotterdam ziet. Ik denk dat iemand die begint met kunstfilm vooral veel aandacht heeft voor het concept, voor het experiment en misschien dingen doet die conventioneel niet kunnen, maar die je ontzettend nieuwsgierig maken en daarmee ja, de grenzen weer een beetje verder oprekt van wat film, van wat bewegend beeld kan zijn. The jury was delighted and wished for a moment that they were 12-year-old girls themselves, living in these exciting times. The 10th Academy Award goes to Eve Hilbers. Onderzoek ik met echte leeftijd 13-jarige meisjes, omdat ze op 13 jaar net in die fase zit tussen de puberteit en nog kind willen zijn. En ik dacht, nou daar zijn sowieso al heel veel problemen. Toen ben ik gewoon naar die leeftijd gaan zoeken en vooral online. En daar zag ik dat eigenlijk al die 13-jarige meisjes, waar ik dus onderzoek naar deed, allemaal online stonden. En dat vond ik heel interessant. En zo is eigenlijk een beetje die film ontstaan. Wat ik vooral vond was dat er heel erg een mening was in de media over meisjes, jonge meisjes online. En ik daar ontdekte dat zij eigenlijk deden wat ik vroeger ook deed. Dat is gewoon vriendschappen sluiten. Over problemen praten die je dan tegenkomt in de puberteit. En dat dat nu dus allemaal online gebeurt. En zo verschrikkelijk snel van het ene filmpje. En dan contact met die. En dat ze dus ook meisjes kennen door heel het land. Die ze dan dus nu ook allemaal ontmoeten. Dus ze sluiten zeg maar vriendschappen door heel Nederland. Zo zie je hoe wereldwijs die meisjes op 13-jarige leeftijd eigenlijk al zijn. Door het internet. Dus ik zag ook heel erg die positieve kant, zeg maar. Ik ben wel benieuwd hoe het er over 20 jaar uitziet. En ik ben ook benieuwd wat deze meisjes over 5 jaar doen. Of ze dan nog steeds online staan of dat het een fase is. Ik heb ze een jaar gevolgd. En als je ziet hoe erg ze al gegroeid zijn in een jaar tijd. En wat het verschil is met een jaar geleden. Het gaat zo snel. Het is best wel interessant om ook te zien. Dus ik ben heel benieuwd of dat... Ik denk dat ik eerder de kijk van andere mensen wil veranderen. Dat is meer... Ik denk dat je als maker eerder wil laten zien wat jouw kijk is op de wereld. En hoe jij dat naar andere mensen kan brengen. Dus juist van andere mensen hun kijk veranderen. Niet zozeer mijn kijk, want ik probeer dat juist aan andere mensen te laten zien. Ik ben Lotte, ik ben 12 jaar en ik woon in een huis, ergens op de wereld.